Vanaf 1 februari mag het van verkeersminister Schulz lekker doorrijden op de Brabantse snelwegen. Op grote delen van de A2, de A27 en de A58 gaat de maximumsnelheid dan van 120 naar 130 km per uur. Het is leuk voor de automobilisten, maar daar denken veel Brabantse gemeenten anders over. Werkendam, Oosterhout en Geertruidenberg die hebben al geprotesteerd tegen de snelheidsverhoging op de A27. Bokstel wil dat niet op de A2. En Best, Oosterwijk en Oorschot die hebben een boze brief gestuurd naar de minister over haar plannen voor de A58. Bij ons aan tafel zit wethouder Casper van Hoek van Oorschot. Casper, wat dacht jij toen je de plannen van minister Schulz hoorde? Nou, ik vond het heel verbazingwekkend, want we zijn natuurlijk al een paar jaar bezig om die A58 verbreed te krijgen, omdat die zo verschrikkelijk vol zit. Mm-hmm. En we hebben daar natuurlijk, kijken ook heel erg naar de milieubelasting die weg geeft. Niet alleen fysiek door al het sluipverkeer, maar ook door de geluid en fijnstof en dergelijke. Nou, in november heeft de minister besloten om het versneld uit te gaan voeren. Maar dat betekent toch nog 2023. En heeft ook ons toegezegd om samen de verdere invulling te doen. En als je dan 2 weken later een brief krijgt waarin staat dat de snelheid naar 130 kilometer gaat, dan denk ik van nou, hier gaat iets niet goed. Was dat niet gewoon een foutje dan? Dat was ook mijn eerste reactie. Ik denk, nou, die heeft waarschijnlijk niet goed op de kaart gekeken waar ze het een maand eerder over gehad mm-hmm. heeft. Waar die A58 precies ligt. Ja. Ja, precies. En ja, maar blijkbaar is het toch wel serieus en zit het in de lijn van een landelijk beleid. En ja, wij vonden het toch wel nodig om daar even wat geluid uit Oorschot te laten horen. Mm-hmm. Daar zijn jullie aardig mee bezig inderdaad. Ja. Maar wat is nou het grootste punt waarom die 130 er niet moet komen? Want het is nu 120. Ja. Waarom is dat zoveel erger? Het is eigenlijk maar 10 kilometer, zou je denken. Nou, het is maar 10 kilometer en het scheelt ook maar 30 seconden als je dan tussen Eindhoven en Tilburg rijdt. Mm-hmm. Dus zoveel snelheidswinst. Dat is de moeite, Jeroen, hè? 30 seconden. Ja. Zoveel snelheidswinst zit daar niet in. En als je weet, ja, we hebben net met z'n allen een milieuakkoord gesloten in Parijs. Waarin we een aantal doelstellingen geformuleerd hebben. En we weten met z'n allen dat die 10 kilometer extra toch een grotere milieubelasting met zich scheelt meebrengt. Scheelt dat veel? Ja, uiteraard scheelt juist die 10 kilometer. Die brengen wat meer fijnstof in de lucht en veroorzaken ook een grotere geluidsbelasting. Mm-hmm. En daarnaast loopt natuurlijk de A58, die loopt door een aantal prachtige natuurgebieden. Zoals de Baast in Oorschot, de Campina. He, waar we juist bezig zijn om die verbinding tussen die natuurgebieden te maken. En dat geldt ook voor de Reuzel bij Moergestel. En ja, dat wordt nu dus nog extra doorsneden. En ook nog eens een keer met een extra milieubelasting daarop. Ja, en een stukje veiligheid speelt natuurlijk ook nog mee. Uiteraard, want die A58 is vooral een weg waar veel vrachtverkeer op zit. Hè. Het is een route tussen Rotterdamse mm-hmm. havengebied en het Roergebied. Eén baan is sowieso bijna altijd bezet door vrachtverkeer. Dus die belasting is al heel hoog. Er gebeuren wekelijks ongelukken. Die weer een hoop gevolg hebben voor het sluipverkeer in de omliggende dorpen. Ook een groot probleem. Ja. Ja, en het duurt nog 8 jaar voordat die echt verbreed wordt. Dus ja. Maar nou bundelen jullie je krachten, zeg maar, met andere gemeenten. Worden jullie gehoord? We hebben nog niks gehoord. Nog niks maar gehoord hierop? Tot nu toe hebben we, zeg maar, bij de verdere ontwikkeling van de A58 hebben we ook samengewerkt. En is ook altijd nauw overleg met de provincie en met de Rijkswaterstaat geweest. Dus ik neem aan dat we hier ook nog een keer met elkaar over in gesprek komen. Maar wat denk je? Hoe groot acht jij de kans dat dit tegengehouden wordt? Nou, blijkbaar is het een landelijk politiek item dat die snelheden naar 130 kilometer moeten. Mm-hmm. Alleen, ik denk dat er toch voor de A58 wat beter gekeken moet worden naar de omstandigheden waarin dat plaatsvindt. Op deze plek zou het niet op passen. Deze plek en op dit moment, hè, dus dat er nog geen sprake is van een verbreding. Ja. Persoonlijk vind ik, ja, 130 kilometer of 120, ja, wat levert het uiteindelijk op, een tijdwinst? En wat vind jij? Rij jij liever 120 of 130, Jeroen? Nou, een beetje ertussenin. Maar ik snap wel dat je op een gegeven moment in sommige delen van het land dat wat hoger kunt laten zijn. En dat je in andere delen wel degelijk inderdaad rekening moet houden met de omstandigheden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat jullie gemeenten daar dan tegen in het geweer komen. Ja. Dus, we zijn benieuwd wat de afloop hiervan zal zijn. Dankjewel. Ja.